see you. Ja, ik had me aangemeld bij Justin. Mijn naam is... Oh, ik zie het al. Daar, Kofar. Tweede. Ja, ja, we zijn er nog steeds. Dankjewel. Ja, oké, okay, super. Gaan we het gewoon zo doen. Wat is voor jou het meest bijzondere moment van de Hajj? Het meest bijzondere moment is toch het moment dat je heel gezellig dicht bij elkaar staat. Het is toch het moment dat je de Kaaba ziet. Het wordt zo het middelpunt van je leven als moslim. En het moment om dat in het echt te zien, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Kijk, wat hier zo mooi is dat je eigenlijk een soort van super ervaring hebt van hoe het is. Mm-hmm. Het is bijna alsof je nu op de Kaaba staat. Yeah. Dat je dus op die schermen al die mensen ziet die om jou heen draaien. Bijzonder. En een van de mooie kunstwerken die we hier hebben is van een Saoedische kunstenaar, Ahmed Mappen. Dat heet Magnetism. Voor hem symboliseert dit de aantrekkingskracht van Mekka, van de Kaaba, op de moslim. Mm-hmm. Hij zegt, het is eigenlijk alsof je een magneet hebt en wij zijn allemaal stukjes ijzer. Yeah. En de hele tijd word je, als een soort van magneet, of je het nou wilt of niet, word je naar die Kaaba toe. Yeah. Maar het is wel een beetje, wow. Ja, je wordt er wel een beetje duizelig van. Nee, je moet nu rondjes lopen. En je stipte net al aan dat natuurlijk ook allerlei ingewikkelde zaken zijn rondom de Hajj. Dus het economische en ook het politieke. Ja. Wat was voor jou de reden om dan toch te gaan? Omdat voor mij de verplichting, het zijn van een van de vijf zuilen, belangrijker is dan die andere dingen. Bas van Zijlen heeft gezegd, als je gezond bent en als je geld hebt. Nou, ik was gezond en ik had nog geld. En natuurlijk zijn al de andere dingen zijn een soort van bemoeilijkende omstandigheden. Maar het was voor mij niet een reden om te zeggen, ik ga niet. We kunnen hier vandaan een heel een soort van romantisch beeld hebben van de Hajj. Maar ik vond het super zwaar. Het was super zwaar. Weet je, ook dat, een soort van dus die hele, dat hele romantische beelden van. Ik weet, weet je, als iemand zegt, ik ga op huis, zeg ik, mashallah, gefeliciteerd. Maar succes, hè. Ik ga je tips geven, ik ga je even een mailtje sturen. Ik ga je precies vertellen welke schoenen je moet dragen, wat je moet doen. Weet je, ik heb gewoon Birkenstocks en Crocs. Bij voorkeur, Meteen bij het einde van de tentoonstelling Verlangen naar Mekka. Loop je hier tegenaan, Cool Japan, het gaat over Japan. En wat wel grappig is dat hier dan zo'n afscheidingslint hangt. En ik zag daar net twee mensen onderdoor kruipen. Dus zo kom je van Japan in Mekka. Zo kan het ook.